Oh, het is hier zwaar. Nu de Formule 1 voor de deur staat, wordt Zandvoort in een feestelijk jasje gestoken. Zo hebben de zussen Irma en Ellen Paap een oude zeepkist van stal gehaald. Nou, in positie. Nou, we zijn de zeepkist die mijn vader heeft gemaakt en gebruikt dus in 2006. Die is in een zeepkistenrace. Die zijn we nu in de tuin aan het zetten ter voorbereiding op de Grand Prix. Deze hing altijd nog op de zolder in zijn loods. En dat iedereen ook altijd zei, joh, wat moeten we met dat ding? Moet dat weg? En zei nee, als er ooit een keer Grand Prix wordt, dan gaan we hem neerzetten. Zo gezegd, zo gedaan. Het huis aan de Lorenstraat staat er feestelijk bij. Evenals het centrum van Zandvoort. Ja, wij zagen allemaal leuke versiering voor de dinges. Hoe heet het ook? De Formule 1. Oh ja, Formule 1, ja, ja. Nou, al de auto's op de dingen, op de boulevard. Voor de rest gaan ze het aardig versieren, dus ze zijn bezig. We hebben nog een week. We zijn eigenlijk net begonnen, maar het gaat vrij rap. Hoeveel meter moeten jullie? Ruim 1,5 kilometer. 1,5 kilometer aan vlaggetjes? Ja, dat klopt. En dat is niet het enige. Ook is er een car art route in het dorp met verschillende kunstobjecten die in het teken staan van auto's. Nu staat er hier eentje al in de Haltestraat te pronken. Er staat er eentje in het prieeltje, staat er een object klaar. Er staat er een beeld van Annemarie Sibrandi, bestaande uit 200 wedstrijdbekers, gewonnen door een autocoureur hier in Zandvoort. Het zal de bezoekers de komende week niet ontgaan dat Zandvoort klaar is voor de Formule 1. En de zussen Paap hopen dat hun voorbeeld doet volgen. En we hopen natuurlijk wel dat als mensen dit zien, dat ze misschien ook gaan uitpakken. Want dat zou wel leuk zijn natuurlijk.